Victor, we gaan nu naar België, naar Ardennen. Mm-hmm. En daar hebben ze ook terroristen. Oh, maar kijk, ik ben voorbereid echt op alles. He? We zetten de boerka op. En ze weten niet of je man of vrouw bent. Ik heb mijn Bijbel heb ik bij me. Wanneer ik delen uit de Bijbel voorlees aan moslims, dan hebben ze daar respect voor. Maar de gemiddelde terrorist zal daar toch niet op zo'n moment? Of wel? Nou, het bijzondere is, ik heb het dus vaker meegemaakt. Hè. Ik ben al een keer zeg maar onder schot genomen en, met een pistool. En, wat zeg je nou? Ja. Waar was dat dan? In Amerika was dat. Ja. Maar daarom, kijk, het punt is... Ja, toen was je daar aan het woord van God ook aan het verspreiden daar? Of hoe, Ja, in achterbuurten. De ene buurt nog heftiger dan de andere. Dus ik knal die achterbuurt in, zo blij als dat ik ben. Mega vrolijk, ik ren, dat was een kruispunt, laat, s'nachts, 11 uur of zo, 12, 11 uur rond die tijd. Ren daar naartoe, pikken donker. Ik zeg, hey, heeft iemand, en voordat ik kan zeggen, heeft iemand je verteld dat God van je houdt en een geweldig plan voor je leven heeft? Dat groepje was een groepje, jongens, trek de wapen, zegt, wat? Ik denk, nou ja. Ik ben er een beetje klaar mee eigenlijk, want ja, weet je wel, wie is hier nou de snackbar? Gij of ik? Ik ben hier de snackbar. Ik zeg, ik kom jou hier vertellen over Jezus Christus. Oh, dit is in zijn zak, vertel. Ja, ik zeg nou, heeft iemand je wel eens... toen kom ik pas de vraag stellen. Ja, wel grappig. Dus een terroristje meer of minder, daar kijk ik niet meer van op. Nee. Nee, ja. Heel eenvoudig. Tot slot het belangrijkste? Ja, de kers op de taart. Ja. Het neusje van de zalm. Ja, zegt. Ben je ook een profeet, Victor, hè, eigenlijk? Ja, ja, nou, daarom. Ik ben blij dat jij het zegt. Let's go! Ik doe even een zakje eroverheen, want het regent een beetje. Het is lekker fris, hè? Nou, daar staat te rillen, jongens. Niet normaal, man. Ja. Zie maar. Ik had het thuis al uitgedacht. En dan in de Ardennen in de regen? Ja, dan moet je... Het is toch anders? Ja. Ja. Ja, Steven. Ja! Woehoe! De eerste overwinning is binnen, Victor. Goed, man. Zo. Ik ben er helemaal klaar voor. Let's go. Maar Victor, en waar gaan we nu heen? Naar het volgende dorp. Dan moeten we even een... je hebt hier Longchamp. Oké. En ik weet niet wat er daarna komt, maar... Jij wil gewoon gaan? Ik wil gewoon kilometers maken, jongen. Die benen van mij, die roepen al de hele dag. Dus ik zeg... We gaan gewoon. Ik ga gewoon. Je gaat gewoon. Oké, jongen. Ciao. Bon voyage. Bon voyage.